Een hele goede morgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Sven Wegberts. En zoals jullie zien is het huis leeg. Dus ik werd wakker. En Renske en Kiki zijn er niet. Maar die hebben een fotoshoot of zo. Dus ik kan lekker chill beginnen vandaag. Met mijn vlog editen. Dus dat gaan we maar even lekker doen. Gelukkig niks op de planning vandaag. Dus we hebben weer een dag met verrassingen. Ik moet eerst een bakje koffie hier zetten. En dan gaan we bezig met de vlog. Let's go. En ondertussen dat ik de vlog geëdit heb en heb geüpload op YouTube, gaat die om 3 uur weer automatisch online. Ga ik even naar ramen blenderen zollen. Dus Mitch en Martijn zijn er, Max is er ook met Cupra. Dus het is wel gezellig, dus we gaan even gezellig die kant op. Oké, Max heeft een of andere coating op zijn huid gedaan. En hij is de ruit heel mooi en netjes aan het poetsen nu. En ik heb een bekertje water, dus die gaan we even testen. Op zich. Voor het geld. Ja, maar we kunnen het ook anders proberen. Maar het valt er wel af. Ja, het valt er af. Nou, daar ben ik al blij om. Hallo, hallo. Even terug. Hatsé. Nou, Rens is even aan het driften hoor. Het mannenvliegje op de oren. Ik slip. Ja, je slipt. Zet modder tegen haar aan. Het slipt. Nee, je moet er weghalen. Niet mij. Oh, moeten we moeten wel even wegvloggen. Oh, Jamie, ik voel helemaal niks meer. Ik vond het echt niet grappig. Nou. No. Waarom woont ze helemaal hier? Waarom maakt ze er niet vaart? Dit kan toch niet? Moet kijken die plassen daar. En ook nog zo'n sloot ernaast. Oh. Hou gewoon een beetje links aan. Hou gewoon even een beetje links aan. Je ziet ook één grote modder bij met Jamie. Oh, dat kan toch niet? Ga door het gras. Ga gewoon een stukje door het gras heen. Ja, alsof dat niet modderig is. Oh, Jamie, ik vind het niet grappig. Hé, hey, lach eens naar mama. Waar is mama? Titi. Lach eens naar mama. Hi. Wat ben je knap. Ben je knap, hè? Je hebt mooie krullen? Ik moet niet zijn met als je niet hebt. Oh, goed zo, hand voor je mond. Heel knap. Doet hij nog knipperen, de lamp? Kom eens. Oeh, als dat je gelukt is. Ja, die is goed. Ik ga nu even luisteren. Kun jij die mooie lach nog een keer doen voor Willem? Oké. Waar was die mooie lach nou? Ja. Wauw, Kiki, wat ben je mooi. Oh ja, die lacht. Ja, is heel mooi wat jij doet, maar dan moet je iets meer zo doen. Nee, zo schuimtje was mooi. Zo naar je hoofd, zo schuim. Als jullie naar hier heen. Kijk maar naar mij. Kijk mama. Kiki. Hi. Doe je lachen? Oh, ben je mooi. Liefje, kun jij ook zo doen? Kijk eens aan. Ja, wauw. Oh, ben je mooi, schat. Ja, dat is heel mooi. Maar dan moet je... Oh, ben je knap. Oh, mooi. Oh, prachtig. Kijk eens, liefje. Oh, dan een mooie vlinder, nog één keer. Nou, vanmorgen hebben we dus fotoshoot gedaan. Jamie en ik, met kinderen. Het was fotoshoot voor de kinderen, niet voor ons. En nu ben ik me even snel aan het klaarmaken. Stef en Kiki zijn inmiddels weg om zijn hout te halen voor de trapkast. En ik heb een babyshower van een vriendin van mij. Die al een hele tijd zwanger is. Die is al bijna uitgerekend. Maar, hoe heet dat? Kiki moet nog eten en weet ik veel. Dus trouwens...
En ik moet hem dus even snel klaarmaken, want ik was alweer een beetje mijn tijd vergeten. En ik moet nog even naar de andere kant van Zwolle toe rijden. En gedoe met de auto dan natuurlijk, hè. Toen op de hele weg net. Nou, dat hebben jullie dadelijk allemaal gezien. In de vlog, super grappig. Nou, uiteindelijk ook wel om lachen. Het is allemaal goed gegaan. En inmiddels eventjes gauw wat aan mijn haar doen. Ik heb nog steeds echt super last van mijn nek. Dus ik doe maar wat. En ik vind het allemaal wel best. Daarom heb ik het vandaag ook echt de hele dag al koud. Nou, Stef gelukkig ook. Het is ook in één keer maar 3 graden buiten. Ja, wie dat bedacht heeft, geen idee. Blijkbaar wordt het dus nu in één keer winter in januari. Nou, ik vind het helemaal prachtig van de machtig. Zo meteen nog een lippenstift op doen. Dan gaan we dus even daarheen. Nou, daar ga ik niet filmen, want die mensen vinden het allemaal niet zo leuk. Om op de vlog te komen. Maarten is de babyshower van Maaike. En gisteren was Stef bij Mitchell, want Mitchell die was jarig. Volgens mij is hij daar wel even te veel. Ik weet het echt niet. Geen idee. Dus ik ga het dan nog even snel doen. Even een lipstiftje opdoen en dan ga ik er naartoe. Oké, en dan zijn we weer thuis. Nou, ik heb de bus natuurlijk heel vies van gisteren. Alleen, ik weet niet wat Renske heeft gedaan. Maar Renske kan er ook wat van. Dus ik ben niet de enige die de bus en de auto's vies kan maken. Deze kan ook. Hij heeft ze ook de bus gedaan. Dus ik hoor Renske binnen lachen. Dus we gaan het eens even navragen. Wat er met de auto gebeurd? Nou, dat kan ik beter aan jullie vragen wat er met de auto is gebeurd. De vast. Zit je vast? Ja. Nee, we zaten niet vast. Nee, kom Kiki, we gaan even mama vragen. Ja, echt wel. Hey, deur goed dicht doen. We hadden een stefweggetje. Wat had je? Een stefweggetje. Oh, dus jullie hebben schrik gehad? Nou, mama vond het niet zo grappig meer. Nee. Nee. Ik heb wel even sliptraining gedaan. Oh, dat is een leuk weggetje dan. Schat, water en heel veel zand en het was allemaal modder. Dan heb je dit. Maar ik heb het heel netjes gedaan. Ja? Ja. Ik had het waarschijnlijk anders gedaan. Ja. Maar heb je het leuk gehad, Kiki? Ja? Ik vond het echt leuk, hè? En vertel eens, welke jurk heb jij aangehad? Dat weet ik nog niet. Jawel, van van Samantha, hè? Oh. De doopjurk van Samantha Mitchell. Meen je? Ja. Zo, ik ga even de jas uitdoen en dan zien we jullie zo weer. Hé, hey, wacht eens even, wat zie ik hier? Hey Matty! Hey vriend! De papa gaat de auto zo meteen afspuiten. Nee, wij gaan zo meteen iets heel anders doen. Wij gaan ook iets leuks doen. Wat dan? Om mijn ijsje komt! Hoe laat komt de om mijn ijsje dan? Nu. Oh. Nee, straks hè? Wat heeft hij mee voor jou dan? Nog een kast. Nog een kast? Ja! Oh! Wij gaan zo meteen plankjes halen. Wat? Plankjes. Plankjes? Plankjes. Waarvoor? Plankjes voor de trappenkast. Waarom? Omdat wij te weinig ruimte hebben in de trappenkast. Zachtjes. Schat. Dus ik ga even mijn jas uit doen. Ondertussen dat ik even op Insta een mooie foto heb gepost van Rens in de auto, in de modder, drekbende, met een leuk muziekje eronder. Gaan Kiki en ik nu lekker plankjes halen voor de voorraadkast. Die planken worden vervangen voor bredere en dan moet ik een keer bakken halen dat alles even netjes gemaakt wordt. Dus die planken gaan we nu ophalen. Vanmiddag komt de IKEA kast binnen, die gaat mijn zwagertje, dus de broer van Rens neemt die mee.
Want in Utrecht hadden ze die wel en hij komt uit Utrecht. Dus dat is perfect. Moet ik alleen nog even de deur bestellen, die van de spiegel. Want die hadden ze ook. Die is alleen online verkrijgbaar. Dus wij gaan die kant op. Let's go! Let's go! Let's go! Ja! Moeten wij in de bouwmarkt lopen? Eén! Kijk je op de kar? Of niet? Ja! Ja, hè? Dus we hebben twee emmertjes al gekocht. Nu gaan we op zoek naar de planken. Ja! Ja! En die, en die, en die! En wat krijg je dan? Die. Kan toch niet allemaal? Wel. Ik heb een regenboogmuur. Wil je een regenboogmuur? Ja, dat wil ik. Dat wil ik. We hebben in ieder geval de planken wel binnen. En nog die twee emmers. En we gaan nu even bij de verf en de saus kijken. Ik wil die en die en die en die. Je bent een boef. Kiki, wat hebben we gekocht dan? Verf. Verf, wat gaan we dan doen nu? Verven. Weet mama er wat van? Ja! Nou, mama weet er helemaal nergens wat van, dus we gaan het gauw doen voordat mama thuis komt. En ondertussen zijn wij bij de muur. Ik heb nu verf. Ja, zo. Alles hebben we alvast even overhoop getrokken. En we gaan beginnen. Dit is de kleur die op deze muur komt. Dus we gaan beginnen. Let's go! Mag ik? Dit is zo het mooiste wat er is. Kiki, vind je het leuk? Ja! Ja? Wauw! Ja! Dus Kiki is gewoon bezig. Ik heb een klein stukje gedaan. Maar laat me even. Ik ga niet eraf. Nee? Nee. Oké. Okay. Kiki, hoe vindt het gaan? Goed. Mooi, hè? Ja. Ja. Kiki, goed bezig, hè? Ja. Af en toe even wat gesmeerd, maar. Hij is nog niet klaar. Is hij nog niet klaar? Nee. Nee, nou, het is al heel veel werk, want het is hele kleine stuk dingetjes, zeg maar. Dus je moet het echt er goed tussen drukken. Dus ja, hij ligt een beetje glimt, hij glimt een beetje. Ja, hij glimt een beetje, hè? Ja, ja. Daarboven ook. Ja. Grote plons. Grote plons, hè? Ja, ja, we zijn wel lekker aan het smeren. Ik heb expres de vloerbedekking weggehaald. Dus en we gaan nog even een stukje doen. Ik ben benieuwd of we genoeg hebben. En toen was Kiki aangekomen bij het einde. Nog een klein stukje, Kiki. Ja. Ja, ze zit er alleen helemaal onder, maar dat maakt niet uit. En net die boef, net toen ik even mijn stoeltje in pak om de bovenkant te doen, heb ze hier ook gedaan. Maar dit moest weer worden. Dus voelt ze helemaal mooi. Lachen toch? Ben je goed bezig, schat? Hé, hey. Kijk papa's aan. Kiki, kijk papa's aan. Lekker bezig. Wordt bijna mooi. Ja, hè? Ja. Ja. Papa trots op jou. Ik zweer het, ik heb haar één klein stukje voor gedaan. Ik heb alleen hier zeg maar even een stukje gedaan zo. En ze doet het zo over en ze doet het na en het is top. Papa blij met jou. Ben je ook blij met jouw muur? Ja. Dus eerst heb ik eerst deze muur nog, totdat de rollen er zijn en dan gaat Kiki naar deze kamer. Hey, we zijn klaar. Wat doen we dan? Eerst nog een beetje weer. Oh, nou ga ik maar even verder dan. Kiki, wat gaan we doen? Wat gaan wij doen? Wij gaan even gauw? Ja, dat was ja. We gaan even gauw douchen, want we zitten er helemaal onder, hè? Kiki heeft hetzelfde in de haar, op de benen, op de voeten en op de handen. En wat hebben we voor club? De Roze Handen Club. Ja! Hoppee! Wij gaan even gauw douchen en het eindresultaat zal ik straks even filmen. Dat ziet er leuk uit. Ik zie ook op jouw voeten. Oké, inmiddels onder douche aan. En hier is het eindresultaat. Dit is mijn tijdelijke muur. Eigenlijk Kiki's nieuwe muur. Dus nee, we gaan nog even alle muren gaan sausen. Die kat heeft echt alles gesmeerd. Die muur wordt nog gesausd, die muur wordt gesausd, het plafond wordt gedaan.
Komt nog een rollen voor, komen nog mooie gordijntjes voor. En dan gaan we Kiki's kamer oververplaatsen. Dus het bedje komt erin, ik weet niet of deze nog terugkomt. De commode gaat weg, voor degene die hem wil hebben, kom erop halen. Die kast ben ik nog niet over uit. En dan gaat Kiki's spulletjes gaat allemaal die kant op. Er zat nu een hele mooie gave gouden muur. Dus dit wordt dan de kamer van de kat en mijn kamer voor het editen. Kiki een wat grotere kamer en ik een kleinere kamer, maar dat vind ik niet erg. Dus tot nu. Ik vind het wel leuk voor Kiki. Ik vind het zo ook helemaal geweldig. Dus ja, waarom ook niet dan? Hè? Gaan we hem maar laten zien. Mama komt eraan, hè? Hallo. Oh, Fossie. Hi, Chico. Mooie kassie. Mooie kassie. Nou, dan komt mama thuis, hoor. Nou, laat zien. Ja, dat is wel roze, hè? Heb je dochter uitgezocht, hè? Ja! Ja! Kind is helemaal blij, schat. Mm-hmm. Jij niet? Nee. Wat dan? Ik vind het echt heel leuk. Hij moet nog een keer, hoor. Heb je dat met papa gedaan? Ja, daar gaat een mooie andere kleur overheen met gouden glitters. Ik heb het tegen jou gezegd. Zal ik je sterker vertellen? Die glitters, zegt die man zelf, die moet je even bij een carnavalswinkel bestellen uit zijn spuitbus. Spuit je dat er overheen? Ik spuit helemaal niks meer. Luister nou eens even. Als je glitters op gaat blazen, krijg je allemaal scherpe delen van die glitters. Houd je kind de klauwen aan open en dan heb je het volgende weer. Oh, je zus heeft dat toch ook gedaan? Ja, maar ik ben niet mijn zus. Ik luister naar goed advies. Oh. Of vind je hem te roze? Ik ga hier niks zeggen waar zij bij is. Oh, mooi schat. Je hebt de verf nog in je haren. Wat mijn dochter wil toch? Is een haarkamer. Dus dat doen we dan. Hé, hey, lief schat. We doen even vest aan. Nee. Och, ik geef naar beneden en naar de honden, want die blijven alles bij elkaar. Dit is echt aandoenlijk. Vind je lekker, Chico? Lekker warm, hè, schat? Mm-hmm. Nou, zo zeggen allemaal. En we hebben hier rum. Hondje van Maxi. En daar ligt de pittenpoes. Bij mijn broer. En ondertussen heb ik de kast ertussen staan. Maar ik heb geen zin om verder te gaan. Ik lag al lekker op de bank. En ik ben mijn camera kwijt. Dus waar die is, dat mag Joost weten. Of ik heb hem hier beneden liggen. Nee, ook niet. Nee, die blijft uit dan. Waar is mijn camera dan? Oh. Ik heb hem al gevonden. Hoeveel moet je nog over de fase? Abé. Dus een overgestelde camera. Wij gaan even fase 10 spelen. Valt op elkaar toe, zo weer. 10? Zegt de naam toch? Nee, er zijn 10 fasen. 10 kaarten of 11 kaarten, één van die twee. Zo, ik geef hem dus dat niet pakken. 10 kaarten. Oké, okay, fase 10. Je hebt 1. Je hebt hier. Ronde 1. AAA, BBB. Dus je moet 3 dezelfde en nog een keer 3 dezelfde moet je hebben. Dan mag je uit en daarna mag je bij anderen aangelegd. Ronde 2, 3 dezelfde. En 4 oplopend. Dan mag je op tafel leggen. En zo gaat het allemaal vanzelf. En dat kan heel lang duren, maar het kan ook heel kort duren. Oh.
Succes. Dank je. Wat? Ik moet al invullen, terwijl zij nog niet weet. Oh, dat is echt heel erg. Je mag nog kappen, mooi. Ja, dat denk ik ook. Zie, Rens, godverdomme. Hoop dat je niet zo hard. Zie, je maakt het weer makkelijk. Nu heb jij het gevestigd. Nou, wat doe je nou? Wat doe je nou? Doe maar. Ah, okay. De winnaar. Tegen, hè? Oké, ik heb gewonnen. Ik ben best trots. En hier is de verliezer. Hier is de verliezer. Die wordt gemasseerd. Oh, wat pijn. En dit is onze logé. Hé, Mattie? Ja. Het hondje van Maxi. En Maxi die heeft een verjaardagscadeautje, was dat? Een Scheveningen of zo? Ja, volgens mij wel. Dus die is een Scheveningen in ieder geval. En dus je blijft gezellig bij ons logeren. Hondje, heb je niks mee te doen. En het is een heel lief beestje. Hé, grote vriend? Hey. Het gaat allemaal goed. En ik plof even lekker op de bank. En ondertussen, ik heb de hondjes uitgelaten. In de sneeuw. Dus ik denk, ik ga hem vandaag lekker buiten afsluiten. Met de sneeuw, op de auto. Niet heel veel, maar is toch wel leuk. Dus bij deze, ik sluit hem lekker af. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Veel dingen gedaan vandaag. En morgen weer een leuke dag. Dus ik zeg, like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.